Helemaal leuk te kijken naar een nieuwe week vlog. Het is vandaag maandag. Ik ben helemaal klaargemaakt. Ik heb me aangekleed. Ik heb wat makkelijks aangetrokken. Want ik moet vandaag toch weer foto's maken. Dus ik ben mezelf toch de hele dag aan het omkleden. Vandaag gaan we weer een hele leuke jeansactie op de foto zetten. Die staat al online als jullie deze vlog zien. Dat is de eerste jeans voor 19,99. Zo. En de tweede voor nog maar een tientje, dus 50% korting. Dus mocht u dat leuk vinden, kunt u even online kijken. Dus ik ga nu werken, want ik moet opschieten. Anders moet ik het laten. We zijn nu bezig met de broeken. We hebben deze al op de foto gezet. En deze met steentjes. Deze heeft er nu ook een aan met steentjes, ook heel leuk. Verder hebben we nu ook grote maten broeken. Ook met steentjes, de 48 zijn die. Dus die hebben we allemaal. En we hebben nog andere. Er zijn echt heel veel broeken die we vandaag op de foto moeten zetten. Maar Pukkie. Pukkie uit ons gezelschap, hè? Lekker in mijn sjaal. Ja, hè? Dit is nog wat we moeten allemaal. Het is best wel veel werk. En nu heeft mama lekker lunch gemaakt voor ons. Een wrap met tomaat. Kaas. Kaas en kipfilet, ik weet niet meer. En lekker pesto. Puk, ben ik klaar mee? Hey, ben je klaar mee? We zijn klaar met vandaag. Hè, Puk, we kunnen lekker naar huis. Ja! Mijn moeder heeft ook nog wat leuke dingetjes gemaakt. Zoals deze ketting met een bijpassend armbandje. En dan die oorbellen erbij. Het is toch echt super leuk. Ik was mijn vlog aan het editen. Maar mijn moeder kwam naar me toe dat ze iets had gekregen bij Charlotte Tilbury. Ze had gewoon wat dingen gekocht. En toen kreeg ze dit dus gratis erbij. Oh my god. Ze zegt, ik heb wat voor je heb. En dit is oh, letterlijk wat ik wil kopen altijd. Maar ik vind het te duur. Dus ik koop het niet. Kijk dan. Dit vind ik zo mooi. Ja, heel blij mee. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik ben me even aan het klaarmaken. Wij moeten eerst even langs wat winkels om ballonnen op te halen en om 30% stickers te halen. Want we gaan vandaag content maken voor de Jewelers Store voor de Black Friday. Dus daar heb ik helemaal zin in. Dus het is nu bijna 8 uur, we moeten zo weg. Anders wordt het een beetje laat. Dus we snel verder opmaken. En dan ja, gaan we zo weg. Ik hoop niet dat er veel file staat, want het is vroeg. We hebben net even wat dingen gehaald voor de 30%. Korting voor de Black Friday en nu gaan we bij de feestwinkel even ballonnen halen en zo voor de filmpjes van vandaag. En we hebben ook hele leuke ballonnen besteld, zulke, maar dan met goud, zilver, zwart voor de deur. Precies zo eentje, maar dan helemaal gedraaid, ook voor de Black Friday. Ik kom net thuis van werk, we hebben zo ontzettend veel gedaan vandaag, dat ik echt geen tijd had om ook nog dingetjes te filmen. Maar wat we hebben gemaakt is allemaal zo leuk geworden. We hebben, even kijken hoor, ik zal even wat foto's laten zien. We hebben wat foto's gemaakt. Oh, dus ook met de ballonnen en zo die we hebben gehaald. Dit zijn een paar foto's. Ook hebben we hele leuke TikToks gemaakt. Ze zijn echt heel erg leuk geworden. Ik zal even het geluid uitzetten. Het begin alleen. Deze. Maar ik weet niet of het geluid op YouTube mag. Die hadden we gemaakt, die trend van TikTok. Ook hadden we een andere hele leuke TikTok gemaakt. Maar als jullie deze dingetjes willen zien, kunnen jullie het beste even naar Jewelers Store zelf gaan. Dus, helemaal leuk allemaal. Ook is alles al ingepland voor de Black Friday. 30% korting dus. Als deze vlog online staat, net helaas te laat, dan is het al geweest. Maar ja, helemaal geslaagd. Nu ga ik lekker pasta pesto eten. Ik ben ook helemaal klaar met vandaag. Ik ben zo blij dat ik thuis ben. Echt. Ik vind het altijd zo irritant als je moet werken. Nou ja, soms moet het gewoon. Maar werken in haast, omdat je tijdtekort hebt, dat vind ik zo irritant. Maar ja, doe je niks aan. Als er veel gedaan moet worden, moet er gewoon veel gedaan worden natuurlijk. Maar als ik één ding irritant vind, is dat je haast moet hebben. En dat je niet weet of je het redt. Maar ja. Niet erg, het is gelukt en het zijn ook allemaal hele leuke dingen geworden. Dus daar ben ik helemaal blij mee. Dus ik ga nu lekker eten en vanavond denk ik helemaal niks doen. Eten. Lekker eten, lekker pasta pesto. Nee, is er wel genoeg saus? Ik denk dat het iets zachter moet. Maar dat is een beetje hard. Ik heb nog meer. Oh, lekker.
Zo doen. Dan moet je erin en dan moet je zo drinken en dan drink je zo'n slagroom mee. Zo okay. Lekker. Dank je. Ja, mijn bril op. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik heb me klaargemaakt en klaar om weer te gaan werken. Eerst gaan we even kijken voor een kerstboom voor de kerstpartyshoot. Maar dit is wat ik aan heb. Een trui van de... Ja, ik voel hem niet helemaal, die jas. Maar ja, ik denk de andere jas aantrekken. Trui van de Genestore, jas van Genestore. Broek van Lovis volgens mij. En eigenlijk mag ik hier niet meer mijn schoenen staan, dus ik ga weer weg. Dat is een beetje vies. Maar ja, we gaan dus eerst naar de intratuin om voor het kerstboom te kijken. En daarna ga ik gewoon weer werken. Ik weet niet eigenlijk wat ik wilde zeggen. Good morning! Kijk ons zonder straatje zo. Toch maar een andere jas aangedaan. Met lekker mijn sjaal weer. Doei toet! Af nu! Doei toetie! Het laat erin hoor. Je bent belachelijk te maken. Nou, we zijn er weer. De eerste keer in... De tweede keer in 2 weken of zo. Maar nu gaan we naar de intratuin. Maar nu zijn we op zoek naar... Oh, sorry. Nu zijn we op zoek naar een kerstboom. Nee. Zo? Ik wil geld. Ik ga geld hierin gooien. Donaties gaan naar de Kika. Allemaal geld. Nee, ik hoef niet al je geld. Ja, ga je maar. Oh, joh, mag ik alles ingooien? Nee, je moet de grote los. Ja, die 2 euro moet je houden. Helemaal niet. Hop. 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 Heel ver. Hey, zoveel kind zo. Hoppa. Hop. We zijn bij de kerstbomen aangekomen. Maar we willen dus een kerstboom zeg maar met dat nep sneeuw erop. Ik denk dat dat wel heel erg leuk is. En hij moet sowieso ook wel langer zijn dan ons. Het is wel echt een hele mooie. Alleen ook wel echt een hele dure. Ga jij even op die stoel zitten? Dan wil ik ook een foto, hè? Ga even zitten, mam. Ga even zitten, dan mag ik even een foto van je. Leuk om te... twijfel tussen deze twee. Ze zijn eigenlijk net zo duur bijna, maar die heeft dan lichtjes en die niet. Maar ik vind deze aan de onderkant zo, van die lange stengels hebben. Deze maar heeft dat wel iets minder. We hebben ook een onderkant voor de kerstboom gevonden en we hebben nog een kleine kerstboom. Die kunnen we dan leuk op de toonbank zetten. Oh mam, nog wat je kan doen. Ga zitten. Nee, dit wil ik. Voor thuis, ja, ik wil die witte. Ja, dan koop ik. Dat is 1 maat. Die wil ik. Nee, kijk, die binnenkant doe ik. Nee, deze vind ik heel leuk. Mama is niet weg te slepen bij de alle geurtjes. Wat vind je mooi? Wauw. Deze is echt heel lekker. Oh. Nee, ik vind die niet lekker. Deze is echt super lekker. Dus die... neem ik mee voor mezelf. Ho, hallo, de scherpstellen. Oh ja, kijk. Dit is de geur. We hebben dus ook allemaal zout, daarmee hebben ze ook truffelzout. Oh mijn god. Ik hoop niet dat trouwens papa de vlog gaat kijken. Omdat we nou niet echt aan het werk zijn. Nee, die kijk niet. Oh, die wil ik. Die neem ik mee. Dat denk ik echt heel lekker. We zijn nu toch al zo lekker bezig. Dan gaan we ook maar even wat eten. Hè? Hè, mam? Ja. Oh, je haar pluist. Zo, we hebben aardig wat. Het is 11:15, dus ik heb hier zoveel zin in. Maar kijk, hier hebben ze ook allemaal taartjes. Ziet echt zo lekker uit. Ik heb voor oma nog een leuk cadeautje gekocht. Neem alle tijd om uit te pakken. Je kan gewoon open scheuren hoor. Hi, Sam. Oh, mooi. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, ga huilen. Moet niet huilen. Wow, ik viel haast. We gaan nu de kerstboom uitpakken. We gaan hem opzetten. Dan kunnen we hem vast hier neerzetten. Dan hoeven we dat maandag niet meer te doen. Want maandag gaan we hem pas gebruiken. Maar dan staat hij maar alvast. Ik ben heel benieuwd. Ik denk echt dat hij heel mooi is. Nou ja, ik heb jullie daar volgens mij al laten zien. Of niet, ik weet het niet.
Zo, hij staat nu. Alleen even kijken, het licht is echt heel fel. Dus hij ziet een beetje blauw uit. Zo. Hier gaan we een leuke kerstkleding allemaal doen. We hebben ook hele leuke cadeautjes die eronder kunnen staan. We hebben een soort van die discoballen. Dus ik denk dat het met de foto's echt heel leuk wordt. We hebben extra beige ballen genomen, anders werd het zo wit. Maar ik vind het echt zo'n mooi boom. Ik heb wat nieuwe oorbellen binnengekregen. En hoe leuk is deze, deze oorbel. Die staat, als het goed is, nu online volgens mij. Morgen de foto zetten. Ja, die staat nu online. Hoe leuk is die oorbel? Ik vind hem echt heel leuk. Hallo pup. Ben je mooi? En ik laat hem met rust. Ja. Oh, ga je doen? Oh, ga je doen? Oh, oké nou. Oh, wat gaat hij nou doen? Ja. Oh, ik denk niet dat het goed gaat. Wat heb je, Puk? Oh, je voelt je voor lul staan. We gaan met de fam stemmen. Voor de fam. Yeah, let's go. Ons alle eerste keer, ons alle drie. De moeder, mijn vader. En ik, Ashley. Gaat Ashley al stemmen? Oh, jij moet stemmen voor Ashley. En Puk gaat ook mee. Ik weet niet of hij naar binnen mag. Anders wacht ik even met Puk. Maar het is hier letterlijk om de hoek bij de school. Dus we lopen er gewoon heen. Zo, ik weet niet of Puk mee naar binnen mag. Dus we nemen hem mee in de tas. Ik ben nu bij Rick. En hij heeft vanmiddag zijn nieuwe auto opgehaald. Wat een beauty. Zo mooi. We zouden gaan, of nou ja, Rick zou gaan stemmen. En zouden met kleur halen, maar we hebben toch iets... Ja, maar ik wou zeggen, we willen mijn kleur halen. Oh ja, gooi het op de grond. We hebben toch maar andere plannen gemaakt. Dit gaan we allemaal eten vanavond. Nee, dat gaat niet. Oh, die heb ik op beeld. Bonnetje. En meneer heeft ook nog een lumpia kraam buiten gezien. Hij wil ook nog lumpia halen. Eerst wat je zei toen je uit huis zat. Ik zei, kijk, dit lumpia kraam. Jij zei, die wil ik. Goedemorgen, het is vandaag... Donderdag, ik ben nu bij de Sligo. Ik ga even met mijn ouders naar de Sligo. Zij zijn onderweg. Ik ging alleen vanaf Rick natuurlijk. Nu ga ik me ook even laten inschrijven snel. En vanmiddag ga ik eindelijk weer mijn haar laten knippen. Moet je kijken. Ik durf het ook gewoon niet uit mijn trui te laten hangen zonder dat ik het geveend heb. Het is zo extreem dood. Het is echt te lelijk voor woorden. Dus gelukkig wordt het weer... geknipt, dus ik doe het even lekker in mijn trui. Ik wil van die soort kerstdingen gaan halen. Lollies bijvoorbeeld, dingen in verpakking, dat ik dat mee kan geven met de bestellingen. Ik denk dat het wel heel erg leuk is. Maar wel dingen die dan al in verpakking zijn verpakt. Niet dat het nog eruit gehaald moet worden, dat ik me bijvoorbeeld met mijn handen aan moet zitten. Dat is niet heel fris voor degene die het ontvangt. Die weet natuurlijk niet wie dat heeft gedaan. Dus ja, ik ga naar zulke dingen op zoek. Als eerste ga ik me nu even inschrijven. Want normaal gaan we op mijn vaders... pas. Maar ik kan natuurlijk nu ook zelf eentje doen. Lekker bezig. Dit is wel makkelijk zo. Ja. Raak niet vermoeid. Dit is onze car nu. Pap, zie je wat daar staat? Popcorn. Dit is ons lievelingseten van mij en mijn vader. Zullen we deze... Oh, dit is ook lekker. Ik neem deze. Deze neem ik. Waar ben je nou? Ga je nou weg? Pap, hé, hey, jij zou niks nemen. Ja, die neem ik toch. Zo, die gaan er ook nog bij. Dit was ook mijn vaders idee. Die zei leuk bij de toonbank in de zaak. Kan ik zelf eten, zei hij erbij. Oh ja, dan gaan we naar de chips. Wat zien we hier allemaal? Die zijn niet allemaal niet... Dan moet je die... Nee. Die nemen we altijd, toch? Cheetos zijn vies. En Buggles zijn ook vies. Wokkels. Nee, is het allemaal lekker. Vies, die? Die vind ik lekker. Ik niet. Wat heb jij? Wij zijn even bij onze afdeling. Wat heb jij gehaald? Mesjes. Mesjes? We hebben popcorn. Die fijn, hè? Oh ja, die zijn fijn. Al die oude weggaan, dit ga ik bij de kerstbestelling allemaal doen. Hoe leuk is dat? En waar zijn nou mijn Sinterklaas dingen? Nee, mijne. Met twee potten. Twee potten? Oh, kijk. En allemaal mini Sinterklaasjes om bij de... bestellingen te doen tot Sinterklaas. Nou, wat leuk allemaal. Chilla gaat nu even mijn haar knippen. Dan heb ik even een topje aan gedaan. Ik heb het even gebeld met iemand voor de nieuwe webshop. Hij... Ik ga je ook filmen hoor. Je bent echt vervelend. Ze zit hier een beetje irritant te doen. Nee, maar dit gaat even gefixt worden.
Oh, het is dood. Mijn haar is nu geknipt. Er moest echt even een stukje af. Het was zo dood. Ze had een foto gemaakt. Het was ook zo ongelijk. Maar ik denk dat ik het echt al een jaar niet geknipt heb. Maar ja, het moest even. Heerlijk. Oh, trouwens, zondag ga ik ook mijn haar verven. Ik ga je zo even een foto laten zien wat ik wil. Dit is de kleur wat ik wil. Ik wil wat donkerder, maar ik wil wel een beetje dat blond erin houden, zeg maar. Ja, dit is eigenlijk precies wat ik wil. En dat ga ik dan zondag laten verven. Wij zijn een nieuwe collectie weer aan het shooten. Hoe leuk is deze ketting met de lookalike oorbellen, drup oorbellen in nog een maatje groter. Dit is nou de grootste maat die ik heb. Deze staan nu allemaal online als de vlog online staat. En hoe leuk is het met die nieuwe trui van Joanna Store. Ja, ik vind het echt heel leuk. Hé, hey, waar gaan jullie nou heen? Ik wil filmen. Oh shit. Waar ga je nou heen? Kijk wat je... Zo leuk. Ze hebben dit voor de Black Friday gemaakt. Ja, helemaal leuk. Ik heb een Napoleon in mijn mond. Het ziet niet heel charmant uit. Maar de 20% korting is live gegaan. Ja, misschien moet ik gewoon praten als dit ding rond is. De 20% korting is live gegaan. Ik ben het ook live geweest. Echt super veel bestellingen binnengekregen. Nou, het is echt geen gezin of ik een dikke kaak heb. Ik hoor jullie dadelijk wel. Ik kom weer thuis. Ik ga mijn auto hier neerzetten. En dan gaan wij met z'n allen lekker bij Jovel eten. Ja, het restaurantje hier in de buurt. En zo lekker eten. Ik heb echt super veel zin in die pasta. Met zalm en garnalen. Dus ja, daar gaan we lekker eten. De live was echt super leuk. Heel veel mensen waren er. En echt veel bestellingen binnengekregen. Dus dat is ook heel erg leuk. Voor de mensen die hebben besteld, dankjewel. Nu ga ik naar buiten in de kou, helaas. En dan gaan we zo uit eten. Ik heb er zoveel zin in. Het eten is zo lekker. Ik heb de carpaccio als voorgerecht. En mijn vader, zoals altijd, de bitterballen. Ik heb al een patatje gepikt van mijn vader. Maar hoe lekker ziet het eruit? Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. Het is nu iets voor 9. Wij zijn al bij Joanna Store omdat Tanita haar laatste dag is. Dus we hebben de tafel helemaal leuk gedekt. We hebben ook deze geweldige taart gisteren gehad. Die was gewoon krijgbaar bij de Albert Heijn. We hebben allemaal leuke roze dingen. Kijk deze. Chocolaatjes ook. Die hebben we gisteren bij de Sligo gehad. Hoe leuk. En deze waren ook van de Sligo. Dus we gaan nu even heel de tafel dekken. En dan hopelijk is ze er vast. Ook hebben we nog haar lievelingsdonuts gehaald. Dus waarschijnlijk komt ze ook met een pak aanlopen. Want die haalt ze elke vrijdag. Maar dan heeft ze er nog meer. We hebben het helemaal donker gemaakt. We hebben confetti kanonnen. En een kinderchampagne. Dus ik ben benieuwd. Ik ga mijn camera daar zetten. Zodat we de reactie kunnen zien als ze binnenkomt. Ja, ja. Oké. Okay. Lukken. Ja, ik heb een kastje aan. Schiet hem omhoog, hè? Ja, Niet is nog naar de tafel aan het kijken. Maar ondertussen komen ook alle... Oh, het regent zo hard. Ballonnen binnen voor de Black Friday. Puk is er natuurlijk ook weer bij. Hè, Puk? Maar de winkel is helemaal versierd. Hoor. Hier in de ballonnen. Allemaal 30 op de slingers. Hier allemaal ballonnen. Hier allemaal ballonnen. Het is zo leuk. Hier dan de 30. En dan hebben we hier ook van die grote... ballonnen. Dit zien er zo uit. Echt zo leuk. We gaan nu alle bestellingen inpakken. Er liggen ook al bestellingen klaar voor gisteravond nog. Dus deze gaan we nu allemaal pakken. En ik was ondertussen even filmpjes aan het maken voor mijn Instagram. Ik denk dat is wel leuk dat ik alles ga inpakken en zo. Dus dat ben ik ook aan het doen. Ik heb net alle bestellingen gepakt. Ik heb ook echt hele leuke
Even kijken waar stories hiervan mee gemaakt. Kijk, hebben alle bestellingen. Bij veel bestellingen heb ik een foto gemaakt wat iemand heeft besteld. Dus dat heb ik er net opgezet. Er zijn ook aardig wat zelfgemaakte sieraden uitgekocht. Dus dat ga ik nu even bijmaken. Verder is mijn oma nu lekker aan het inpakken. En Jewel Store is het nu ook echt super druk, zie ik. Dus mijn moeder zit naar beneden. Ik ga ze ook even helpen. Maar het is in de winkel echt mega druk. Dat is ook echt heel erg leuk. Het is vrijdag, dus dat betekent weer patatdag. Yay! Ik heb ook een frikandel, maar die is erg verstopt. Er zit zoveel saus op, dat is echt niet normaal. Ik heb even alle pakketjes hier neergezet om een foto van te maken. Maar ja, helemaal blij mee. Het zijn alle bestellingen die geplaatst zijn. Ze gaan dadelijk ook gelijk op de post. Dus dat is fijn. Hebben ze als het goed is morgen binnen. Oh, ik wil ze erop zetten, maar het lukt niet. Dus ik heb even een leuke story hiermee gemaakt. Oh ja, ik heb trouwens ook nu deze trui aan van Jewel Store. Want ik stond ook even in de winkel. Werd wel gelijk verkocht. Toppie. Ook heb ik allemaal dingen bijbesteld. Van de sieraden. Ik wilde eigenlijk niks gaan aanvullen. Maar best wel veel is uitverkocht. Dus ik denk, laat ik toch maar even dingen gaan bijbestellen en gelijk aanvullen. Kunnen die toch weer mee verkocht worden. De dingen krijg ik toch maandag binnen. Dus ja, het is nu onderhand 3:30. Ik ga nog even wat zelfgemaakte sieraden maken. Want die worden ook echt heel goed verkocht. Maar ja, natuurlijk met 20% korting gaat best wel veel geld vanaf. Sorry, ik film mezelf heel irritant. Ik zit ook de hele tijd aan mijn haar. Maar ja, die dingen ga ik even bijmaken. En dan is het denk ik alweer tijd om lekker naar huis te gaan. Vanavond komt Rick naar mij toe ook. Ik weet nog niet wat we gaan doen. Ik denk dat we lekker een filmpje gewoon thuis gaan kijken. En aan eten moet ik eigenlijk nog niet denken. Want ik zit nog echt vol van die patat en die frikandel. Ik ben thuis en ik heb me gelijk even omgekleed. Ik heb deze grijze trui aan van Jewel Store. En deze zilveren broek van Refined Department. Zo, mijn schoenen. En deze Adidas schoenen eronder. Oh, ik moet even deze troep op de grond opruimen. Ik ga nu met Rick naar de stad toe. Want hij wil even voor Black Friday, met Black Friday cadeautjes kopen voor de kerst. En hij heeft om 9 uur race geboekt of zo. Ik weet niet, in de Hollywood. Hoe noem je dat? Dat bij de Kuip. Hollywood gebeuren. Daar kan je dus in racen. Wij kijken altijd Formule 1 en schijnbaar kan je daar nu Abu Dhabi wedstrijd racen. Ik ben heel benieuwd. Hij zegt dat we helemaal moeten gaan liggen. Nou, wens hem succes. Maar eerst gaan we dus naar de stad. En dan rijden we daarna door daarheen. We zijn net de stad in geweest om een cadeautje te halen. En nu staan we klaar bij het Hollywood Center om te gaan racen. Skuskuk! Je kan hier ook live de race kijken. Maar wij lopen nu hierheen. Oh, ik ga er gewoon helemaal in liggen. Goedemorgen. Geen goedemorgen. Het is al bijna 3:00. Het is vandaag zaterdag. Ik ben niet zo lekker wakker. Heel erg last van mijn keel, hoofdpijn, helemaal rug deed pijn. En toevallig heeft mijn vader precies hetzelfde. Maar het is onderhand dus alweer bijna 3:00. Rick is voetballen, maar ik voel me echt niet lekker. Dus ik ben lekker thuis. Maar er staan zo ontzettend veel bestellingen in dat ik het niet ga redden. Omdat, nou ja, mijn oma gaat het inpakken maandag. Maar ik moet ook gewoon werken maandag. Dus we gaan het niet redden om het allemaal op één dag te doen. Dus we gaan nu vandaag al beginnen met inpakken. Dan is het meestal weggewerkt. De bestellingen van morgen komen natuurlijk nog allemaal erbij. Dat kan dan maandag allemaal op de post. Maar dan is dat dan in ieder geval gedaan. En vanavond gaan wij uit eten voor mijn moeders verjaardag bij de Japaner. Je kan daar zo lekker eten. Dus daar heb ik al helemaal zin in. Dus ik wil nu even mijn oma gaan mijn tanden poetsen. En dan gaan we samen lekker de bestelling inpakken. We zijn bijna klaar met de pakketjes. Ook heb ik best wel veel pre-orders die verzonden moeten worden, maar dat komt allemaal morgen binnen. Nou ja, het zijn niet echt pre-orders, maar die komen morgen gewoon binnen. Dus overmorgen, sorry. Dus die moeten maandag allemaal verzonden worden. Het is nu onderhand bijna 5:00, dus ik moet wel zo gaan met 6:30 gaan met eten. Ik wil nog wat zeggen, weet niet meer. Oh ja, dat ik letterlijk een uur bezig ben geweest met het uitprinten van de bestellingen, omdat eerst liep de labelprinter vast en had ik niet genoeg printdingen. En toen liep gewoon de printer vast. Dus helemaal top. Ik ben helemaal klaargemaakt. We gaan over 10 minuutjes weg. Ik heb deze top aan van Naked met zo'n splitje aan de zijkant. Met mijn zwarte pantalon. En dan heb ik gewoon de zwarte blazer even over aan om erheen te gaan. Want
je eet natuurlijk aan zo'n plaat. Dus dat is echt super warm. Ziedoek aan en dan met deze tas erbij. Ik heb er echt super veel zin in. Ik moet wel iets weten vanmiddag, maar ik hoop dat het wel minder wordt. Morgen ga ik naar de kapper, waar ik echt super veel zin in heb. Dus dan hoop ik wel dat ik me iets beter voel. Anders zit je daar 3 uur lang op een stoel, terwijl je denkt, ik ga liever naar huis. Ze gaan nu al beginnen met eten, maar eerst zaten we daar achter. Het was zo ongezellig, dus we hebben gevraagd of we hier konden zitten. Wij hebben lekker als voorgerecht sushi besteld. En oma en vader hebben de yakitori spiesjes. Dus die zijn ze nu aan het maken. Ik vind het zo leuk dat ze het allemaal... Oh, hij is al scherp. Voor je neus maken. Oh, en ik wil vooral dat eten. Al die knoflook. We hebben nu het voorafje en we hebben ook sushi bijgenomen. Wat was dit nou voor sushi? Geen ossaat, toch? Wat was het nou? Je zei net iets anders. Ik weet niet meer. Nee. Ik weet het niet. Het is iedere man met vlees erin. Ik ga even een live taste test doen. Rick wilde per se het cadeautje nu al geven dat ze maandag jarig is. Openmaken! Wat denk je dan? Ik mag niet goed samen, toch? Gloria in de Gloria. Hyper de piep! Wat ben je? Nou, maar wie zal ze het hebben? Dat is voor mij. Dat is voor mij. Het is. We gingen 7:30 eten. Het is half heel kruisen overal. Maar het is 9:30. We zitten hier al 3 uur. En we moeten maar nog reis en een toetje. Ik heb pijn. We gaan maar vanuit uit, omdat het geen minuut te maken. Ik weet niet of het bleef was. Ja, tuurlijk wel! Oh! Niet doen. Dat doe ik ook in hoor. Ja! Wel, oma! Ja, ha? Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ben nu klaargemaakt om naar de kapper te gaan. Oh, ik ben zo benieuwd. Ze gaan het sowieso mooi doen, maar ja, ik vind het eng. Maar dat komt omdat ik al in het verleden in mijn haar heb geverfd. En toen zei ik wat ik wilde. En toen kreeg ik zeg maar, dit was mijn eigen haar. En vanaf hier was het helemaal geblondeerd. En het zag gewoon een streep. En het was gewoon, het kon gewoon zo afgeknipt worden, want het was helemaal dood. Maar ik ga nou wel naar een betere kapper, niet naar zomaar een kapper bij mij in de buurt. Dus ja, ik ga nu dus naar Roepetoom. Ik wil iets donkerder, maar wel blonde plukken er doorheen. Dus ik ben benieuwd wat ze er wel gaat maken. Maar ik heb wel een foto van wat ik wil. Dus ja, ik heb deze sweater aan van Jenna Store. Daarbij doe ik deze tas. Mijn zwarte. Zo zenuwachtig ben ik. Mijn blauwe broek. En ik dacht, leuk, waar is die jas? Deze jas erbij. Als ik hem van de kapsel krijg, wacht hoor. En dan doe ik deze jas bij van Joanna Store. Die komt, als het goed is, 6 december online. Oh, ik moet mijn camera opladen, hij is bijna leeg. Oh, snel. We gaan stoppen met zingen. We gaan nu weg. Ik ga hem even wegbrengen, want dan kan ik nu mijn auto ophalen. En dan doe ik nog even de stad in daarna. Maar ik denk dat ik zo'n
4 uur daar gaan zitten. Ik hoop het niet, maar ik denk het wel. Oh, ik ben er. Wish me luck. Ik ben zo zenuwachtig. Klaar. Het is dus niet donkerder. Ik zei het tegen haar. En zij zei eigenlijk, ik vroeg ook, wat denk jij? En zij zei, ja, ik zou het gewoon iets lichter doen. Dat, ja, en ik wil altijd ook lichter gaan, dus ik ben echt blij dat ik het gedaan heb. Ze heeft wel een balayage gedaan, dus dat mijn bovenkant iets donkerder is. Maar hier is wel donker. Ja, kijk, ze heeft zeg maar meer, hoe noem je dat? Dat er meer kleur in zit. Ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar ik ben er zo blij mee. Het is zo mooi. Ja, heel blij mee. En er was 30% korting op allemaal shampoos gebeuren. Dus die heb ik ook natuurlijk gekocht. Maar ik zal even thuis laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Ik heb wat dingetjes gepast bij de Zara. Ik heb deze top gepast. Die zat echt heel mooi. Dus die neem ik. En ik wilde heel graag deze kanten body. Online was die helemaal uitverkocht. Maar ze hadden hem hier nog in de winkel. Echt super leuk voor onder een blazer of zo. Ik had ook deze topjes, maar vond niet zo mooi zitten. En dit broekje. Die wil ik heel graag, maar deze was te groot. Dus ga ik even een maatje kleiner bestellen. We hebben nog wat kerstinkopen gedaan. Nu lopen we nog even naar de Hema om een hotdog te halen. Daar heb ik echt super veel zin in. En dan gaan we dadelijk naar huis toe om thuis lekker te eten. Ik heb zo'n trek, ik heb haast helemaal niks gegeten vandaag. Dus lekker naar de Hema. Nee, vrij oliebol. Ik heb zin in een hotdog. Het is vandaag maandag. Ik ben helemaal vergeten mijn vlog gisteren af te sluiten. Maar ik wilde jullie wel nog even het spulletje laten zien. Ik wil de kapper had gehaald. Dus ik denk, ik doe het nog heel even snel. Sorry voor het licht, maar het is echt heel vroeg. Dus ik heb nu alleen een zo'n lampje aan staan. Maar hoe lekker is deze trouwtrainers? Ik leef hier echt in. Mijn moeder heeft die meegenomen van de bloemist, volgens mij. Daar hadden ze liggen. Maar ik heb hier deze lief ingehaald. Alles was nog met 30%. Normaal zou ik niet zo snel bij de kapper daar wat halen. Want het is altijd veel te duur. Maar het was nu onder 30%. Deze kreeg ik gratis bij. Zoutspray. Oh, mijn camera is weer leeg. Snel. Deze is nog met shampoo. Of de crème spoeling. Shampoo. En de crème spoeling. Maar dat was dus alles. Ik ga ook gelijk de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Mocht je niet vinden, doe dan een duimpje omhoog, laat het weten in de reactie hier beneden. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe vlog. Doei!